Achilles tegen FC Dordrecht. De wedstrijd waar het om gaat dit seizoen voor beide clubs. Want het verschil is nog maar 3 punten. Dordrecht staat nog maar 3 punten voor op Achilles. Dus vanavond zouden ze theorie gelijk kunnen komen. En dat is dan best wel spannend. Het doelsaldo is wel iets anders. Dordrecht staat op min 25. En het doelsaldo van Achilles is nog iets slechter. Die staan namelijk min 51 goals. Desalniettemin belooft het een topavondje te worden. Want ja, dit is spannender dan de titelrace. En ja, we zijn erbij. De wedstrijd is inmiddels begonnen, alleen dit is het leuke van het sportpark van Achilles. Je moet nu achter de sponsortribune door om naar het veld te kunnen. Dus... Ja. Oké, jongens, jullie gaan het niet geloven. Penalty voor Achilles. Een aanloop, ik denk wel van 3 kwartier. En hij mist. Door de naren blij. Mensen van Achilles wat minder. De band is net gebroken, hè? 1-0. En, als ik Dordrecht zo zie, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar... Dat gaat niet goed komen voor Dordrecht, denk ik. Ja, ik vind de plaats echt springen. Jongens, wat een wedstrijd is dit. Achilles mist een penalty. Komen toch op 1-0. En nu is het toch zomaar weer 1-1 door een penalty. Dit gaat nog een heel spannend avondje worden. 3-2 voor Achilles. Spanning zit erin. Ontzettend slecht voetbal. Gebeurt van alles. En heb je die Gerard Nooyer in de gaten gehouden? Die heeft nog geen seconde op de stoel gezeten. Peter Hiballa van Jupiler. Ik vind het een moeilijke wedstrijd. Om het zacht uit te drukken. Het is heel veel opportunistisch. Maar ik denk... Ik denk dat Achilles er nog een last minute winnaar uittrekt, maar het kan voor hetzelfde geld 4-4 worden, ik weet het niet. Ik hoop. Ja jongens, inmiddels 70ste minuut en nog steeds 1-1. De kansen zijn nog steeds voor Achilles, maar het is niet heel goed. Het is heel matig. Hey, Achilles! Doe een like! Doe even... Abonneer en liken! Doe even tap! Nog een keer. Lekker pik. Oh. Jongens, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Het is opeens 2-1 voor Achilles. Gaat het dan toch gebeuren? 3 keer op rij winnen, nog nooit eerder vertoond. Althans, niet in de Jupiler League voor Achilles. Ja!
We geloven erin en we hebben geen paniek. We staan op het veld met heel veel vertrouwen en dat zie je. We blijven toch aan de laatste minuut. We zijn gewoon uiteindelijk gekomen. Dacht je dat het genoeg was? Ik wist het niet, maar ik hoop het wel. Ik weet ook eerlijk gezegd niet meer wanneer ik hem maak. Of hij iets later. Dus ja, dan hoop ik dat ik hem over schip kan trekken. En, ik sta hier met zo'n zuur gevoel, omdat het is niet gelukt. Weet je wel. Dus ik krijg volgens mij geen één kans in de tweede helft. En die ene bal die er valt, die schiet ze binnen. Ja mensen, wat een bizarre avond. Achilles dacht het binnen te hebben na de late goal, de kopbal van Job van Steen. Maar uiteindelijk was het Alkan, die zorgde voor de 2-2. Terwijl de bus van Dordrecht achter me staat, klaar om weer terug te gaan. Ja, kan ik toch wel stellen dat het heel zuur is voor Achilles. Penalty gemist en dan in de laatste minuut de 2-2 om de oren krijgen. Ik kan toch wel zeggen dat het typerend is. En ja, gewoon zonde. Al met al wel een toffe avond, een hele gave wedstrijd. Het was niet goed. Maar het was wel spannend en er stond wat op het spel. En ja, dit is dus waarom ik zoveel van de Jupiler League houd. Spanning, strijd, alles zat er weer in. Ik zie jullie graag weer bij de volgende. Is wat dom, maar schijt.